moet ik wel zeggen, ik zit nu aan mijn tweede rang, dus met een tweede date. En nu is echt rampzalig, veel stilte, heel ongemakkelijk, niet met types. Eet Lokaal in Zevenaar werd speciaal vanwege Valentijnsdag eenmalig omgetoverd tot Date Lokaal. Geïnspireerd op het bekende tv-programma First Dates verzamelden zich op deze bijzondere avond tientallen singles op zoek naar de liefde. Nou, ik ben hier omdat ik eigenlijk nog nooit echt eerder gedate heb, nog nooit echt een relatie heb gehad en ik toch eens een keer die ervaring gehad wil hebben. Nou, ik ga er een beetje blanco in, maar ik verwacht vooral heel veel gezelligheid en nieuwe connecties leggen. Ik hoop op zijn minst een beetje op een leuke gesprekspartner. Iemand, ja, het hoeft niet per se meteen te klikken, maar als er een vriendschap uit kan ontstaan, is het ook prima. Ja, ik heb aangegeven, dat vind ik toch wel altijd belangrijk. Sportief, omdat ik zelf ook heel veel sport. Ja, eigenlijk heel simpel, een leuke, lieve, aardige vrouw. En voor de rest, weinig eisen stellen, zeg ik altijd. Ik kan het alleen maar meevallen. Ondernemend, dat hij wel leuke dagjes weg wil en niet alleen maar op de bank loopt te gamen of zo. Ik hoop misschien iemand een leuk iemand te vinden. Met wie ik misschien wel wat op zou kunnen bouwen. De medewerkers van het restaurant hebben hun uiterste best gedaan om zo goed mogelijke matches te vinden. Ook barman Rick weet wat hem deze avond te doen staat. Iedereen een beetje op zijn gemak proberen te stellen. Door een welkomstdrankje, even een praatje van waar kom je vandaan. Ook omdat het natuurlijk hier heel lokaal is. En de meesten komen wel uit de buurt. Ben je met de trein of met de auto, weet ik veel. Het gaat eigenlijk een beetje vanzelf altijd, ja. Tijd om het date-avontuur van start te laten gaan. Al snel worden de eerste woorden gewisseld, vloeit de drank rijkelijk en wordt er volop genoten van het eten en van elkaar. En na wat grappige, persoonlijke en misschien wel ongemakkelijke momenten is het tijd om de balans op te maken. Heel out of the comfort, maar wel voor mij persoonlijk veel fijner dan alleen maar op gezichten af te gaan. Een beetje ongemakkelijk. Ik had niet verwacht met drie andere mensen aan tafel zitten. Ik had één op één verwacht. Maar uiteindelijk is het wel gezellig. Ja, tot nu toe gaat nog niet helemaal super. Ik ben nog een beetje aan het kijken nog meer van anderen te weten te komen, zeg maar. Ja, ik zit nog steeds in die vibe van wie ben jij, wat wil je? En dat soort dingen. Het is vooral heel erg gezellig. Nu moet ik wel zeggen, ik zit nu aan mijn tweede rang, dus met een tweede date. En nu is echt rampzalig, veel stilte, heel ongemakkelijk, niet met types. Terwijl bij de eerste rang, ja, het was de eerste gang dan, tweede van, was dat ik dacht van waarom ben ik daar aan gematcht. Maar met eentje heb ik ook nummer uitgewisseld, omdat het gewoon heel gezellig was en dezelfde interesses. Dus wie weet. Ik vond het heel spannend in het begin, want ik had meerdere matches per gang. Ik vind het wel heel leuk. Ja, ik vind het leuk dat ze dit zo organiseren. Ik heb een wat oudere man voor me gehad, waar ik in principe zelf nooit zo 1, 2, 3 zou denken van hey, leuk. Maar dat was eigenlijk best wel gezellig. Met een goede klik als startpunt kan er uiteindelijk iets moois ontstaan. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Zit er iemand tussen die je nog een keer wil zien? Tot nu toe nog niet. Voor nu weet ik dat nog niet, want we gaan natuurlijk nu pas de tweede ronde in. Nog niet. Maar er zijn nog een paar gangen te gaan, dus we zullen zien. Al is niet bij iedereen de vonk overgesprongen, de restaurantmedewerkers zijn in ieder geval tot over hun oren verliefd op het concept. Ja, het is wel geslaagd. Het was eerst nog even twijfelen vandaag, maar uiteindelijk is het helemaal uitgepakt zoals we eigenlijk hadden gewild.